tweede klasse, jongens. En we hebben zoveel klasse in de ploeg. Hè? Daarmee kan je verschil maken. Dit wederom. Weet je, wat bedoelde je ermee eigenlijk? Dat het afgelopen is klaar, wat is dit? Dat het klaar was. Het is klaar. Ja. Succes boys, kom op. Ja, ik ben al wacht. Wat gaat het? Maar hij klikt het. Dat ding is leeg, Arik. Ja, dan moet je even opladen. Ja, mijn mobiel stopt wel 61 naar 9% te krijgen. Ja, iedereen heeft natuurlijk wel zijn eigen muziekkeuze. Meestal is Enos of ik de DJ. En dan wil Donnie ook de DJ zijn, maar dan gaat hij allemaal André Hazes en zo draaien. Dat is ook wel leuk om te zien. Doe nou niet zo. Nee, jullie gaan niet op die poort. Ik ben toch afgeboren. Ja, 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 soms haal ik het gewoon weg. Dat is gewoon leuk. En meestal laat ik het gewoon gaan. Met deze groep zijn we denk ik 7, 8 jaar samen. Bijzonder is dat iedereen gewoon een hele goede band met elkaar heeft. En dat iedereen gewoon alles tegen elkaar kan zeggen. Ik denk dat het ook wel goed is in de groep, eerlijkheid naar elkaar. En dat maakt ons wel zo bijzonder. Nou, zijn we compleet? Ja. Ja? Ik ben een Raisho. Ik ben 10 jaar, ik kom uit Amsterdam. Ik ben verdediger, laatste man en ik speel bij Ajax 1. Ik ben 17 jaar, ik speel Ajax onder 19 en ik ben verdediger. Dit doet mijn 9e seizoen. Ja, ik speelde bij Suburgia en toen mocht ik stage lopen bij Ajax. Toen had ik een paar trainingen en een wedstrijd. Toen hoorde ik na de wedstrijd dat ik was aangenomen. Dit is Kazanwirio, Neraisho Kazanwirio met een mooi schot van afstand in de verre hoek. Heel blij. Ik was heel blij. Het is gewoon een droom van iedere jongen en die was uitgekomen. Toen ik pas begon met voetballen was ik altijd de voorhoede speler. En toen later, steeds dat ik hoger ging spelen, werd ik steeds meer naar achter gehaald. Omdat ik op mijn leeftijd al best wel groot en sterk was. En toen bij Ajax ben ik uiteindelijk toch verdediger geworden. Sergio Ramos. Ja, ik vind gewoon zijn stijl van verdedigen vind ik heel goed. Hij is ook best wel rustig aan de bal altijd. En ja, hij heeft ook wel een crosspass in huis. Hij kan goed luchtduel spelen. Dus ik zie hem als mijn voorbeeld. De rol van Kelvin hier. De jeugd krijgt heel veel de kans om mee te trainen met de eerste of met jong. Ik denk dat je daar zelf wel moet bewijzen. Ik denk dat Sontje en Naatje dat heel goed hebben gedaan bij jong tegen Cambuur. En als je een kans krijgt, ja, moet je die eigenlijk gewoon grijpen met twee handen. Jongens, vandaag Valencia. We hebben het gisteren al over gehad. Het gaat uiteindelijk om eerst te worden in de pool. Nou, dit is individuele klasse, jongens. We hebben zoveel klasse in de ploeg. Hè? Daarmee kan je verschil maken. Dit wederom. Is volgens mij, Terrence, is dit plezier of niet? Met elkaar? Najib? Wat bedoelde je ermee eigenlijk? Dat het afgelopen is klaar, wat is dit? Dat het klaar was. Het is klaar? Ja. Oké, zorg dat we vandaag ook, hè, dat we dit hetzelfde gevoel hebben. Hetzelfde gevoel, hè, het gevoel wat je hebt en overgehouden hebt uit Rotterdam. Hè, dat gevoel moet je meenemen. Ajax onder 19 tegen Valencia onder 19. De laatste wedstrijd in de pool. Vandaag dus de inzet voor Ajax om aan kop van de ranglijst te blijven, zodat het meteen doorgaat naar de laatste 16. Zondje nog aan? Let's go! Kom maar! Maar die man is op de hoogte! Kom maar, Dani! Ik denk als hij hem zonder. Ik vond de loopactie van Jury ook erg goed. Hè? Maar je ziet hem gewoon in zijn actie komen. Hè? Op dat moment krijgt hij die bal, je ziet hem tot rust komen. Maar dit heb ik een tijd niet zien doen. Nee. Dit heb ik een tijd niet zien doen. Toch vertrouwen. Hè? Ik ben assistent trainer bij de onder 19.
Nou, kijk, John is hoofdtrainer en ik assisteer. Dat betekent op het veld dat hij uiteindelijk gewoon de grote lijn bewaakt. En dat ik bijvoorbeeld een gedeelte van de training voor mijn rekening neem. Of een ploeg, zeg maar, coach in de training die we met elkaar hebben afgesproken. Zie je dat je het noterend moment hebt van snel inwoorden van Joshua? Ja, altijd. Dat zie je dat? Dave. Was niet goed staan. Ja, ik hoor hem. De snelheid van de spelervatting was goed, hè? Ja. Kennis stond verdedigend op halve. Ik bedoel, hij stond direct vrij aan de binnenkant. De spelers voor de bal deden goed mee. Dus kijken wat het oplevert. Ja, als je het slim doet, dan heb je daar heel veel profijt van. Precies. Mooi moment. Ik heb hem genoteerd. En op het moment dat John aangeeft, joh Dennis, neem dit even mee voor een clipje in de rust, dan kan ik het doorgeven aan Dave. Zijn er dingen die ik zelf op vind vallen vanuit het wedstrijdplan wat John in de bespreking heeft benoemd, dan meld ik dat aan Dave. Ja, Dave heeft dan een playlistje klaar in de rust, waardoor we heel snel die jongens kunnen informeren op teamlinie of individueel niveau. Ja, ik heb daar eentje van, dat hij naar de hotzone gaat. Ik heb twee beelden van diepteloopactie, twee van Henrik de wisselpaas en van verdedigen. Nou, ik denk dat we dan ook meer dan zat hebben. Nee, dat is goed. Maar ik bedoel, het is met name dat we moeten de buitenkant aan de bal zien te krijgen. Ja, inderdaad. En soms heeft hij ook dingen die hij opvindt vallen, zeg maar, dan geeft hij dat ook bijvoorbeeld aan. En misschien is het toch handig om te zeggen van we moeten die as wel gesloten houden. Maar dat is gewoon dat hoef je niet op beeld door te zetten, denk ik. En ik ga ze rond de 42, 43 minuten naar binnen toe. Daar zit de eerste helft erop. We gaan rusten met een 0-0 tussenstand. Ik denk in eerste instantie is het ook meer uitvoering, zeg maar, in die scherpe V. Weet je niet? Dat bijvoorbeeld zeggen, joh, het valt me op dat bijvoorbeeld de linies wat verder uit elkaar komen te spelen. Of we verliezen wat meer controle in het middenveld omdat we daar en daar de ruimte niet goed benutten. Nou, dan kun je het andersom ook weer meenemen. Dus echt een waardevolle toevoeging. Dus hier heb je heel duidelijk, hè? Twee beelden waar Henrik zometeen wordt ingespeeld, waar hij niet opendraait. Hè? Waar je hier wel je ruimte hebt. En deze, hier doet hij het wel op een gegeven moment. Hè? Dus hij wordt hier zometeen. Wordt hij ingespeeld. Wisselpaas. En nu heeft hij hem. En dan heb je hem daar. En je hebt ook nog deze van bal buitenkant. Ajax trapt af. Klaar voor de tweede helft. Deze poging, het schot en het doelpunt voor Valencia. Casemiro heeft pijn aan de knie. Ik kreeg hem in een duel kreeg ik hem knie tegen knie. Ik kon het wel eruit lopen, maar trainer wou geen risico nemen. En toen zei hij dat ik eraf moest. Ik had mijn linkerknieband van mijn knieschijf afgescheurd. In een duel tegen Barcelona. En toen heb ik zeg maar best wel lang gerevalideerd. Waardoor ik veel wedstrijden moest missen. Dat was wel teleurstellend, omdat vorig seizoen had ik dat precies hetzelfde aan de andere knie. En dan mis je weer de Youth League wedstrijden. En dat is wel het podium waarop je graag wil staan. Ik dacht meteen aan het WK van 117 die ik ook heb gemist. Ja, langzaamaan ging het stukken beter, maar in het begin was het wel echt moeilijk. Ik heb goed gerevalideerd, ik heb veel extra gedaan voor mezelf. En ik denk dat me wel heeft geholpen. Ik denk dat als je met Bastiaan traint, dat niks meer voor jou zwaar is. Want Bastiaan is gewoon een beest op het veld. Ik wou gewoon graag bij het team blijven, dus ik ging altijd mee naar de wedstrijden. Als ze uitspoor ging ik ook mee, helemaal naar NEC of Groningen. Ik wou gewoon bij het team blijven. En de rebound en het doelpunt. Jori Regeer brengt Ajax op gelijke hoogte. Er wordt wel eens gemopperd, zeg maar. Niet binnen Ajax hoor, maar gewoon in zijn algemeenheid. Moppert men wel eens op de generatiespelers. Ik denk dat het ook van alle tijd is. Hè? Want toen wij jong waren, werd er ook gemopperd door oudere mensen op ons. En dan zit de wedstrijd erop. Ajax onder 19, Valencia onder 19, 1-1. Ze zijn niet minder of slechter, ze zijn anders. Het is heel erg grappig om te zien dat deze generatie ongelooflijk gefocust en serieus bezig is gewoon, met hun droom, hun ambitie realiseren. En dat vind ik heel mooi. Ik bedoel, jongens komen hier 5 dagen in de week om 9 uur aan. En die gaan vaak om 7 uur gaan ze 's avonds weg. Op zaterdag een wedstrijd. Alleen op zondag een vrije dag. In een voetbalseizoen die tegenwoordig zo'n 4, 45 weken zeg maar duurt. Ja, bij Ajax weet je gewoon, je moet leveren. Ajax is gewoon top. Nationale top, internationale top. De lat ligt hier heel erg hoog. En dat moet ook zo, dat heeft de club gewoon heel ver gebracht. Ja, het is wel gaaf om te zien gewoon hoe jongens daarmee omgaan. Oh,
jaar 2019 voor mij gevlogen. Een jaar van alles erop en aan. Gelukkig heel veel positieve punten. Wereldwijd wordt er positief over Ajax gesproken. Internationaal alleen maar positieve dingen. Zowel eerste elftal als jeugdopleiding. Het mag ook wel, want deze elftal heeft 2019 geweldige prestatie geleverd. Tel daarbij dat dat gebeurt met spelers uit de jeugdopleiding. Daar zijn we ontzettend trots op. De eerste minuten in Ajax 1. Sontje Hansen is in het veld gekomen. 18 mei 2002. En hij maakt hier zijn eredivisie debuut. Bobby, en dan is het zomaar ineens 1-0 van jong Ajax. Halverwege de tweede helft, Bobby naar de kant. En het debuut betekent dat van deze 16-jarige Nachi Unuvar. De piepjonge Nachi Unuvar. Veel spelers al debuut gemaakt bij jong. Eerste elftal. Sommige spelers die vorig jaar hebben gezeten, hebben inmiddels Champions League ervaring. Zo snel kan het gaan. De begeleiding onder jullie die staat het hele jaar klaar voor jullie. Ik zou heel graag met jullie een hartelijke en dankbare applaus willen horen. Bedankt. Ik heb alle vertrouwen. En dan Unuvar, ja! Lekker! Dan nog allemaal en het doelpunt! Schitterend, hoe het hier weer. Mijn naam is Arica, Spanjaard. Die slaapt, jongen. Oh, niet normaal. Die blijft echt liggen. Douglas nog steeds. Schiet! Oh, wat een doelpunt! Strijden. In de herkansing dan wel raak. Het hartje ongetwijfeld naar zijn geliefde thuis. Dat betekent dat Ajax de pool afsluit als trotse koploper. Een mooie Europese campagne tot nu toe. Als wij het niveau halen van bijvoorbeeld Valencia uit, Lille thuis, want Lille speelden we thuis echt een ontzettend sterke wedstrijd. Ja, dan hoeven wij van helemaal nieuwe banken zijn, kunnen wij gewoon van iedereen winnen. Realistisch, ik denk gewoon de finale als Ajax zijn, moet je gewoon altijd in de finale willen staan. Ik moet staan misschien wel. Dus ik denk dat dat wel echt ons doel is.